Kijk, dan gaat de hand dus helemaal weer terug. Dat is dan goed. Bert Pot uit Sappemeer is een echte pionier. Net als 2 jaar geleden krijgt hij als een van de eerste de allernieuwste handprothese. Het grote verschil tussen deze hand en Bert's vorige hand is dat hier voorgeprogrammeerde grepen in zijn. Die zijn op te roepen door middel van verschillende triggers. Nou, voorheen, als je dus je wijsvinger wilde gebruiken om te typen, moest je een bepaalde weerstand geven. Dan blijft die staan, de rest sluit. Nu is het zo dat je een bepaald signaal kan geven. Dat kies je, een bepaalde trigger. Dat zal ik nu eventjes doen, waardoor die automatisch naar voren komt. Ja, ik weet eigenlijk nog niet wat ik ervan moet zeggen, omdat je natuurlijk nog heel erg aan het oefenen bent hoe dat je de verschillende greepposities moet gaan aanwinnen. Dus eigenlijk begin ik weer vanaf nu, weer vanaf nul, zoals ik voor 4 jaar geleden ervoor zat en helemaal geen hand had. De grepen bepaalt Bert met zijn armspieren. Door ze op een bepaalde manier aan te spannen, weet de hand wat te doen. Op de laptop kan worden afgelezen welke signalen Bert doorstuurt naar de hand en dus ook waarom sommige grepen nog niet lukken. Maar die eerste die moet ook weer heel lang zijn om hem überhaupt te activeren. Dat lukt nog niet heel erg. 2 jaar geleden filmden we Bert als motorliefhebber. Na zijn ongeluk was hij vooral blij dat hij kon blijven rijden. Voor het rijden heeft Bert deze nieuwe prothese niet nodig, maar het dagelijks leven wordt waarschijnlijk wel nog weer wat makkelijker. En dat is uniek. Deze hand is zeker uniek, ja. Het is de enige hand op dit moment waarmee je zeg maar echt voorgeprogrammeerde grepen kan oproepen. Omdat Bert meewerkt aan onderzoek door het UMCG naar handprotheses, mag hij deze nu een paar maanden uitproberen. Daarna moet hij wel weer terug. De verzekering betaalt dus nu niet omdat zo'n hand veel te duur is. Van één kant begrijp ik dat wel. Maar ik denk ook niet dat de verzekeraar op de hoogte is van de ontwikkeling wat voor mij de hand qua meerwaarde brengt. Tot 1 mei probeert Bert de handprothese uit.